Hallo allemaal, welkom bij de Speller Reporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Sonic het racespel uitleggen. Oftewel Sonic the Hedgehog Crash Course. In dit spelletje gaan we natuurlijk racen, 2 tot en met 4 spelers. En we gaan racen met Sonic, Tails, Knuckles en of Eggman. Tijdens de race ga je Flicky Birds verzamelen en zodra je er genoeg hebt verzameld mag je gaan proberen om als eerste van een tegeltje af te racen en dus over de finishlijn te gaan en daarmee het spel te winnen. Laten we maar snel gaan kijken hoe dat gaat. Elke speler kiest zijn poppetje en daarmee gaan we racen. En voor elk poppetje zit er ook een speciaal tableautje bij. En iedere speler krijgt dus het tableautje van zijn poppetje. En daarop staat een special ability die alleen jij kan tijdens de race. Die leg je voor je neer en elke speler krijgt ook 2 damage tokens. Daarmee ga je bijhouden of je schade hebt opgelopen tijdens de race. Dit zijn de 2 starttegels met de sterrentegel Karaan. En je maakt van de overige tegels, het zijn er maar 5, maak je 2 stapeltjes, 1 van 2 en 1 van 3. En dat zijn de tegels waar we straks het parcours mee verder gaan bouwen. En zodra deze tegels op zijn, gaan we steeds het achterste tegel van de racetrack gaan we pakken. En die sluiten we dan aan de voorkant weer aan, waardoor we een oneindig racetrack krijgen. Tijdens het spel gaan we 2 dingen verzamelen. Items, die kan je inzetten om speciale acties te doen. En Flicky Birds, die moet je gaan verzamelen om genoeg te hebben om te kunnen winnen. Speel je het met z'n 2, dan zal je eerst 10 Flicky Birds moeten gaan verzamelen voor je mag finishen. En met z'n 4 heb je er maar 5 nodig. Met z'n 3 heb je er 7 nodig. Flicky Birds kan je krijgen door je speciale ability te doen tijdens jouw beurt. Of door als eerste een nieuwe tegel op te racen. Als je aan de beurt bent, heb je de keuze uit 3 acties. En die moet je in een vaste volgorde doen. Waarbij actie 1, het weghalen van damage, verplicht is als je damage hebt. Actie 2 en 3 die je kan doen, moeten wel in volgorde. Maar je mag zelf weten of je dan 2 keer de actie een item pakken doet. Of dat je 2 keer een stapje zet. Of 1 keer item pakken en 1 keer een stapje zetten. Maar het moet dus in de volgorde van repareren, items pakken, racen. Als je een schade krijgt tijdens het spelletje, moet je namelijk zo'n damage marker op je bordje leggen. Het kan zijn dat je zelfs 2 keer schade krijgt, dan moet je ze allebei neerleggen. Meer dan 2 kan je niet krijgen. Maar aan het begin van je beurt moet je net zoveel acties besteden als dat je schade hebt om je schade weer te repareren. Dus stel dat ik 2 schade heb, dan ben ik al 2 van mijn 3 acties kwijt om die schadefiches weg te halen. Voor elke actie haal je 1 schadefiche weg en heb ik dus nog maar 1 actie over. Maar begin ik zonder schade, zoals nu natuurlijk aan het begin van de race, heb ik 3 acties te besteden aan de andere 2 opties. Dat kan dus zijn het pakken van een item. Je hebt items die leg je neer op de baan en je hebt items voor eenmalig gebruik. Lig je eerste, dan mag je 1 item trekken en dan moet je die ook houden. Maar lig je laatste, dan mag je 3 items pakken en dan mag je er eentje uitzoeken. Dus dan heb je wat meer keus. Je mag er nog steeds maar eentje houden. En lig je en niet eerste en niet laatste, dan mag je er 2 pakken en eentje uitzoeken. Wat die items doen, kom ik straks nog even bij. Het derde wat je kan doen dus is racen. En voor elk actiepunt wat je aan racen besteedt mag je 1 stapje vooruit. En in principe is dat natuurlijk gewoon steeds 1 vakje. Je moet altijd vooruit gaan, maar je mag ook schuin gaan. Dus je kan van baan wisselen door schuin diagonaal over te steken. Nou, dan zien we gelijk een aantal hindernissen op het weg. Als je daar tegenaan komt, dan krijg je schade. En spelers mogen niet bij elkaar in het vakje staan. Stel dat Knuckles hier staat en een beweging doet en hij gaat rechtdoor, dan komt hij in het vakje van Sonic. Dat mag niet, dat betekent dat Sonic automatisch vooruitgeduwd wordt. Wat dus betekent dat Sonic in de spikes komt, betekent dat hij gelijk zo'n damage token op zijn bordje neer moet leggen op de juiste plek. En als Sonic aan de beurt is, is hij dus sowieso 1 van zijn 3 acties kwijt om die schade weer te herstellen. Dus door schade te doen aan tegenstanders, zorg je dat ze minder acties in hun volgende beurt te doen hebben. Eindig je je beurt aan de voorkant van het raceparcours, dan gebeurt er nog niks. Maar heb je nog een actie over waarin je wil gaan lopen, dan mag je voor die actie dat je gaat lopen, mag je eerst het parcours verlengen. En dat kan je in het begin nog doen door te kiezen uit de tegels die open liggen in het aanbod. Bijvoorbeeld deze, en dan doe je je stapje. De speler die als eerste op een nieuwe tegel komt, die mag een Flicky Bird pakken. Er zijn er een aantal kleurtjes, maar de kleur maakt niet uit. Het gaat gewoon om dat je deze gaat verzamelen. Stel, we hadden er 10 nodig en dit is mijn 10e Flicky Bird. Heb ik dan 10 Flicky Birds en loop ik van het parcours af, dan komt er geen nieuwe tegel aan, maar heb ik gelijk gewonnen. Stel dat Sonic al het benodigde aantal Flicky Birds heeft, maar Knuckles die gaat als eerste van het parcours af, dan komt er wel een gewone nieuwe tegel aan. Je kan alleen maar winnen als je genoeg van die vogeltjes verzameld hebt. En dat vogeltje, die Flicky Bird, gaat altijd naar de speler die als eerste op de tegel komt, ook al heeft hij de tegel zelf niet aangelegd. Dus stel, Knuckles doet nu een stapje naar voren en duwt daarmee Sonic van de baan af. Dan mag Knuckles het nieuwe bordje neerleggen. Nou, dat zorgt dan dat Sonic gelijk tegen zo'n busbomber aanloopt en dus een schade krijgt. Knuckles mag de tegel uitkiezen, maar Sonic gaat als eerste die tegel op en krijgt dus weer zo'n Flicking Bird. Tijdens het spel is het ook mogelijk gebruik te maken van shortcuts. Sta jij op het parcours aan een vakje met een pijl en kan jij een kortere verbinding maken naar een vakje met een andere pijl?
dan mag je shortcuts gaan maken. Die mag je gratis pakken. Er zijn 3 tegels daarvoor beschikbaar. Dan mag je deze hier neerleggen. En voor 1 beweegactie mag je dan van de ene pijl naar de andere pijl verplaatsen. Sterker nog, sta je bij dit pijltje, dan zou je zelfs een shortcut van 2 stappen kunnen maken. Deze zijn dubbelzijdig. Aan de ene kant een bocht en aan de andere kant een looping die rechtdoor gaat. En nou zou je met 1 stap dus ook hier terechtkomen en slijden ze een heel stuk over. Deze shortcut blijft nu net zo lang liggen totdat deze tegels weggehaald zijn, zodat de shortcut geen geldige verbinding is. Dan gaat hij weg en kan je deze tegels weer ergens anders gaan gebruiken. Maar dat is dus een manier om van achteruit toch weer vooraan aan de race mee te kunnen gaan doen. Nou, zoals gezegd kon je ook items pakken en die items zijn er in 2 soorten. We hebben de oranje items, die zijn voor eenmalig gebruik en die leg je daarna af. Met deze bumper kies je een speler aan en die moet 2 stapjes naar achteren. Dus stel we zeggen Sonic ligt eerste, die doen we lekker 2 stapjes naar achteren. Die komt dan ook nog eens op zo'n busbomber terecht dus en hij gaat 2 stappen naar achteren en hij krijgt een schade. Nog mooier natuurlijk als het zo had gestaan, dan moet Sonic 2 naar achteren. Die komt tegen die busbomber aan dus die krijgt een schade. Maar omdat Tails daar al staat gaat Tails ook 1 naar achter, die komt in de spikes dus die krijgt ook 1 schade. Dus zo kan je met 1 actie kan je meerdere spelers schade doen. We hebben de motobug en dat is een beetje het rode schildje uit Mario Kart. Als je deze speelt, schiet je dit beestje recht voor je uit en alle spelers die voor jou uitlopen in dezelfde rij, die krijgen een schade. Dus als Knuckles nu deze motorbug afschiet, dan volg je gewoon het pad waar hij in loopt en deze krijgt schade en deze krijgt schade. Sta je hier, dan heeft het dus geen zin om deze af te schieten, want er is niemand in dezelfde rij als jou en je schiet alleen maar vooruit, dus niet naar spelers achter je. En wat je ook nog kan doen is een bom gooien en een bom gooien op een hele tegel. En alle spelers op die tegel krijgen dan 1 schade. Eventuele groene items die daar liggen worden dan van de tegel verwijderd. Dus je kiest gewoon een tegel uit, dat mag voor of achter je zijn. Je zegt iedereen op deze tegel die krijgt schade. En het is natuurlijk fijn als er dan 2 spelers op 1 tegel staan, behalve jijzelf. Dan kan je zeggen ik doe het op deze tegel en dan krijgen allebei die spelers een schade. Deze zijn dus voor eenmalig gebruik, leg je daarna af. De groene items die blijven in principe liggen, tenzij er zo'n bom tevoorschijn komt. De jump, daar mag je mee springen. Maar die werkt alleen als er een hindernis achter de springveer ligt of tegenstanders staan. Enige nadeel, die busbombers, die vliegen door de lucht. Daar kan je dus niet overheen springen, daar knal je in de lucht tegenaan. Maar stel die busbomber is er even niet en we hebben zo 2 spelers en een hindernis. Kom je op de bumper, dan spring je dus en over de spikes heen en over andere spelers. En dan kom je hier terecht. Heb je dus voor 1 bewegingsactie 3 stapjes kunnen overslaan. Maar is dat dus een vakje met een busbomber, dan stop je met je sprong en dan land je op die plek. Staat daar een speler, zoals in dit geval, dan schuiven ze allemaal dus 1 stapje door en land jij hier en krijg je 1 schade van de busbomber. Waar je wel overheen kan springen zijn de crabmeat tegeltjes. En deze leg je dus gewoon, als het even kan, voor iemand neer. En zodra een speler daar overheen komt, krijgt hij een schade. Dus hiermee maak je een mooie blokkade. Iedereen die daar overheen gaat, die krijgt een schade. En die crabmeat die blijft dus liggen als een speler daar overheen gekomen is. Totdat er een bom komt. En wat je nog neer kan leggen zijn deze boosters. En stap jij op een booster, dan ga je gelijk 2 stapjes vooruit. Kom je daarbij in de spikes terecht. Zodra je hierin komt, ben je gewond en kan je dus niet meer verplaatsen en eindig je gelijk gebeurd. En ben je dus je bonus kwijt van de booster. Want voor alles geld, kom je tijdens je beurt, raak je beschadigd. Dan krijg je een schade op je bordje en kan je gelijk deze beurt niks meer doen. En omdat schade je alleen weg kan halen aan het begin van je beurt, is je beurt gelijk voorbij als je dus tijdens je beurt schade krijgt. En moet je wachten tot je weer aan de beurt bent, dan kan je de schade weghalen en kan je weer verder gaan racen. En ik zei dus, afhankelijk van je positie mag je een x-aantal itemtegeltjes trekken en mag je er daar eentje van houden. Uitzondering daarop is de ring. Als je een ring ertussen hebt, die mag je allemaal sowieso houden. 1, 2, 3 ringen doen nog niks, maar lukt het jou om 4 ringen te verzamelen, dan kan je die gebruiken om of een schade te voorkomen. Dus in plaats van dat je dan 1 schade krijgt, mag je die 4 ringen inleveren. En je mag deze 4 ringen ook gebruiken om de voorste tegel van de race om te draaien. En dat kan ook prima zijn als daar iemand op staat. Dus stel Sonic staat hier en denkt, mooi, ik ben straks aan de beurt. En dan ga ik van het potje af, krijg ik weer een vogeltje. Kan de speler ook zeggen, hey, ik lever mijn 4 ringen in en ik draai deze tegel om. En dat is natuurlijk nog leuker als jullie samen op de voorste tegel staan en je draait de tegel om. En dat jij nu ineens vooraan loopt. Dus dat kan je doen met 4 ringen. Een schade voorkomen of de voorste racetegel omdraaien. Dan hebben we bijna alles gehad. Je moet dus eerst nog die vogeltjes gaan verzamelen. En pas als je het aantal vogeltjes hebt verzameld mag je over de streep komen. Maar je kan nog extra vogeltjes verdienen met je speciale abilities.
Sonic mag een extra vogeltje pakken als hij in één beurt over twee van die boosters heen gaat. Dus twee van die boosters die op het parcours liggen, maak je daar in één beurt gebruik van, dan krijgt hij als beloning een extra vogeltje. En dat is niet zozeer per beurt, maar in één bewegingactie moet je twee van die boosters gebruiken. Liggen er trouwens items op de achterste tegel en moet de voorste tegel aangevuld worden, dan gaan die items gewoon mee door naar de voorkant van het parcours. En mocht het trouwens gebeuren dat het parcours volledig afgebouwd is, dat er nog een speler op de achterste tegel staat, terwijl er voor alweer een nieuwe tegel bij komt, dan wint automatisch gelijk de speler die ervoor zorgt dat die tegel aangelegd moet gaan worden. Want dan heb je zo'n grote voorsprong dat je niet meer in te halen bent. Nou, Tails die kan natuurlijk goed vliegen met zijn staart, dus die kan een extra Flicky Bird verdienen door over hindernissen heen te springen. Als Tails de springveer gebruikt en hij springt over 1, 2, 3 obstakels heen, dan krijgt hij een extra vogeltje. Springt hij over 5 obstakels heen in 1 jump, dan krijgt hij 2 vogeltjes. En lukt het om zelfs over 7 obstakels in 1 beurt te springen, dan krijgt hij maar liefst 3 extra Flicking Birds. En nogmaals, over die busbombers kan je niet heen vliegen. Knuckles die is van de shortcuts. Elke keer als hij een shortcut gebruikt, krijgt hij 1 vogeltje extra voor elke tegel die hij gebruikt. Gebruikt hij dus een shortcut van 1, krijgt hij 1 vogeltje. Maar ligt er een shortcut van maar liefst 3 tegels en gaat hij daar overheen, krijgt hij maar liefst 3 vogeltjes. En Eggman krijgt een extra vogeltje als hij 1 speler zowel een schade laat krijgen van 1 van deze 2 items, als mede van zo'n Crabmeat Spike of Busbomber. En dat moet gebeuren in zijn eigen beurt. Dus hij moet ervoor zorgen dat een speler zowel schade krijgt van die als eventueel van die. En dan krijgt hij een extra vogeltje. En dat is het hele spelletje. Je gaat er steeds proberen te zorgen dat jij als eerste op een nieuwe tegenkomt. Zodat je zo'n Flicking Bird gaat krijgen. Want zodra je er genoeg hebt, kan je dan de race gaan proberen te winnen. En ondertussen zit je elkaar dwars door elkaar tegen hindernissen aan te duwen. Probeer ze zelf te ontwijken. Je kan dus handig gebruik maken van alle items. En die items wil je dus eigenlijk het liefste pakken als je een beetje achteraan ligt, zodat je meer keuze hebt uit de items die je pakt. En dus is soms even een afweging van, ga ik of gewoon stapjes vooruit doen, of ga ik eerst even toch wat items pakken die mij gaan helpen om of zelf sneller vooruit te gaan of andere spelers tegen te houden. Kortom, een vrij eenvoudig en ook lekker vlot racespelletje. Mocht u nog vragen over Sonic the Hedgehog Crash Course hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.